Het is 102 jaar geleden begonnen, jaarbeurs in Utrecht. En we ontvouwen nu onze nieuwe plannen. Dat is heel spannend voor jaarbeurs, maar ook voor Utrecht. En onze hele industrie zal hiernaar kijken. We hebben het over onze nieuwe toekomst. Als je nu hier rondloopt bij de jaarbeurs, dan zie je eigenlijk alleen maar een grote doos en eromheen parkeerterreinen. Het staat bij de achterkant naar de stad toe. En eigenlijk denk je, ik zit ergens in het buitengebied, ergens in de periferie. Je durft er gewoon niet verder te gaan. Die toekomstige jaarbeurs is het omgekeerde daarvan. Dat is een compact, groot gebouw wat volledig open is naar buiten toe. En het mooie daarvan is denk ik dat de jaarbeurs daarmee een stukje van die stad wordt. Utrecht is een groeiende stad en zet ook enorm in op gezond stedelijk leven. En daarmee zijn we gelijk gericht. Duurzaamheid en technologie zijn enorme drivers van verandering. We creëren een nieuwe plek waarin wonen, werken en leven samenkomt. En de jaarbeurs wordt daarbij het hart van de nieuwe wijk. He, dat je de cafés kunt hebben aan de randen. Dat er entrees zijn, ook naar woningen bovenop. Waarin tuinen zijn, waarin stukken bos zijn. Waarin watervlaktes zijn om water op te vangen. Waarin zonnecellen staan als pergola's boven die pleinen. Er ontstaat hiermee een coole plek. Waarin inspiratie, creatie en innovatie samenkomt. En daarmee verbinden we vele nieuwe mogelijkheden voor de huidige generaties. En juist ook die nieuwe generaties. Dat levert kansen op, uiteraard voor het bedrijf Jaarbeurs, voor de stad, de werkgelegenheid, de economie van Utrecht, maar ook de economie van Nederland in zijn geheel. Opnieuw en nog meer dan in het verleden legt de Jaarbeurs de verbinding tussen de binnenstad, het station, het stationsgebied, naar Kanaleneiland en Leidse Rijn. Echt onderdeel uitmakend van alles wat Utrecht is. Alle hallen die je bijna overal kent, zijn autonome, introverte monsters die niet communiceren met de stad. En dit wordt denk ik de eerste die gewoon een stuk van de stad wordt. Bij deze culturele erfenis hebben we natuurlijk ook een enorme verantwoordelijkheid. Als je stappen zet als jaarbeurs met zo'n mooi nieuw plan, dan moet je inzetten op de hoogste niveaus van duurzaamheid. Dat is een verplichting die we hebben aan onze kinderen en de kinderen van onze kinderen. En wij denken en we hopen dat we met deze nieuwe plannen de start maken van een mooie stadsoase.